Hij viel niet in de prijzen, maar toch was Rambo alom aanwezig bij de Golden Globes. Tulpen van het ras Rambo sierden de balroom van het Beverly Hilton Hotel, waar de film- en televisieprijzen zondag werden uitgereikt. De ruikers bleken uit Nederland te komen. Het was voor ons ook een verrassing, vertelt Menno Boot van de kwekerij uit Opdam, Noord-Holland, tegen Buzzen. Begin december kreeg zijn tulpenkwekerij Borstbloembollen een bestelling van 10.000 roodgele tulpen. Waar die aanvraag vandaan kwam wist de kwekerij aanvankelijk niet, maar later bleek dat het voor de uitreiking van de Golden Globe Awards was. De aanvraag kwam binnen via een exporteur en de kwekerij kon leveren. 10.000 tulpen is voor de kwekers appeltje-eitje. Borstbloembollen produceert jaarlijks 30 miljoen tulpen in 150 rassen. We kregen de specifieke vraag naar het ras Rambo en toevallig hadden wij die, vertelt Boot. Volgens Boot is het een hele forse tulp, sterk en groot. Een tulpenbol heeft 4 weken nodig voordat die tot bloei komt. Ruim een maand na de aanvraag stonden tijdens de uitreiking van de Golden Globes de 10.000 bloemen op tafels en het podium te pronken.